Hi, welkom bij een splinternieuwe aflevering van Russo's Running Channel. Nou, wat je hier ziet is nog niet eerder gebeurd. Wij gaan nu een video opnemen in de plensende regen. Wij zijn vandaag namelijk op de Dwingelde Veldloop 2021 en het weer zit ons blijkbaar niet mee. Wij gaan hier de 10 kilometer lopen, dus we zullen wel heerlijk drijven naar het weer terugkomen. En ik hoop dat deze nieuwe lenzen die ik heb, dat zijn waterafstotende lenzen, dat die hun werk goed doen. Jongens, één ding, vergeet het even niet. Even abonneren, subscribe, het is gratis. Like deze video en druk op het belletje. En jullie zien mij aan de start. Tot zo! Nou, we zijn volgens mij onderweg naar de start. Ik ben op dit moment nog even lekker droog. Ik moet even kijken waar de start überhaupt is. Want ik loop achter een paar mensen aan en die geloven dat zij het weten. Het was 2 jaar geleden was het in een zwembad. Ja, dat zwembad dat zit hier achter mij. Je kan het niet helemaal zien door de bosjes, denk ik. Maar dit keer starten wij. En voor de eerste keer een 10 kilometer. Het leuke is, ik heb 2 jaar geleden mijn allereerste YouTube video... was dus ook de Dwingelde Veldloop. Dus als je helemaal op mijn kanaal naar beneden scrolt, dan zie je de allereerste loop, Dwingelde Veldloop. Ik had toen nog geen muziek, ik had nog geen special effects. Het was gewoon een loopje waar al mijn geheig te horen was. Dus als jullie nog even willen lachen, kan je die altijd terugkijken. Wij gaan even verder op zoek naar waar wij moeten starten. We hebben nog een kwartiertje voor de start. Dus we kunnen het nog eventjes uitzoeken waar wij moeten zijn. Nou, tot bij de start, jongens. Yo! Nou, we zijn er bijna bij de start. Ik zie het bordje finish, zie ik al. En het regent hier behoorlijk. Heel erg. Nou, wij gaan maar eens even kijken waar de start dan is. Want de finish, dat duurt nog een uurtje. En we gaan heerlijk door de regen waggelen. Ik zie jullie bij de start, yo!
Thank you.
Zo, her en der in de bosjes zijn nog een paar toeschouwers die ons lopen te supporten. Het is een heerlijke bosrun. En er zijn al aardig wat spetters naar beneden gevallen. Ik zit nu ook op 3,6 kilometer. Nog 6,4. Nog een 4 mijl te gaan. Precies. Prachtig mooi hoor. Nee, het is lekker verfrissend die regen. Ik hoop dat het voor de mens ook aardig meevalt. Het kan zijn dat er af en toe wat wazig beeld komt te zien. Ik kom niet meer uit mijn woorden. Dat je het krijgt te zien.
Nou, gezien ik nu al niet meer uit mijn woorden kom, de tijd alweer op bijna 22 minuten staat, volg ik mijn route maar eens even. En jullie horen mij straks vast wel even weer. Nou, hou hem droog en tot zo. Yo! We'll be right back.
Ach, kijk. We zien ons favoriete onderdeeltje. Het favoriete tussenonderdeeltje van alle loopjes alweer. Het heerlijke, befaamde waterpasje. En ik heb ook zo'n dorst. Ah. Nou, gaan we hier maar eens even heerlijk wat drinken. Ja, het is een lekkere run. En ja, er liep nog heel wat achter mij zo te zien. Dus ik was niet de allerlaatste. Echt, als je even zo'n 5 kilometer hebt gerend, hè, water smaakt bijna naar bier. Zo lekker is het. Ja. Nou. Nog even. Nog heel even. Hartstikke bedankt. Wij gaan ervan genieten. En jullie ook veel succes nog. Ja. Nou, ik denk dat jij meer succes nodig hebt. Ik denk het ook. Ik weet het wel zeker. Yo. En door.
Wat een uitzicht hier, jongens. Wat een mooi uitzicht. Het is hier gewoon werkelijk genieten. Er is hier een heel mooi meertje met het heideveld ervoor. Het ziet er echt prachtig uit. Ik hoop dat het er op de video bijna net zo prachtig uitziet als in het echt. Ja, jongens. Dit is weer een genotje. Nou, ik zit volgens mijn horloge op de 7,2 kilometer. Maar ik geloof dat de kilometerbordjes hier zeggen dat ik al wat verder ben. Ik zal straks wel een 8 kilometer bordje tegenkomen. Dus ja, dat valt dan weer mee. Maar ja, we hebben weer geen 10 kilometer gedaan. Nou, we zullen het wel zien aan het eind. Ik ben heel benieuwd. Er komen weer een paar renners aan. Dus ik denk dat ik hem maar even voort ga zetten. Nog iets meer dan 2,5 kilometer. Of precies 2,5. Ik weet het niet precies. En dan hebben we hem weer gered. Ik zeg tot straks, jongens. Yo!
Het zijn wel lange, rechte stukken door de modder hier. Het is een flink modderloopje, zo te zien. Volgens mij komt de 10 en de 15 kilometer komen die hier bijeen. Want ik zie ze ook van links komen en vanaf mijn kant. Dus dit zal ook wel de laatste kilometer zijn. En dan hebben we deze ook weer in de zak. Ik ga maar eens even een stukje verder. En wij zullen deze laatste kilometer, die gaan wij nog even traceren. Het komt helemaal goed, hoor ik. We gaan ons best doen. En daar gaat hij weer. Yay! Left on the pool of my own mess. When I said I'm gonna change.
Kunnen we het startnummer ook zien? Juist. Zo, dat was hem weer. We hebben hem gehaald. De 10 kilometer. 9,85 kilometer. Ach, bijna. Nou, ik ga even uitproesten. En wij zien elkaar zo bij de afsluiting. Dat was hem dan, de 10 kilometer Dwingelder Veldloop. Hij was 9,8 kilometer, maar dat is bijna 10. Het was een heerlijke loop, een natte loop. Ik hoop dat het ook goed op camera is gekomen allemaal. Dat we niet alleen maar naar regendruppels zitten te kijken, maar ja, dat zie ik vanaf deze kant natuurlijk niet. Jongens, vergeet even niet, even subscriben, abonneer op mijn kanaal, druk even op het belletje en druk op de like button en dan krijg je nog veel meer mooie hardloopvideo's te zien. Volgende week zitten we of op de Schelling bij de Berenloop, of wij zijn in Harderwijk bij de Atlas Broekhuis Trail Run. Dit ligt er nog even aan hoe het allemaal met de coronamaatregelen gaat en waar wij ons allemaal aan moeten houden. We gaan het zien. Jongens, ik ben er klaar mee. Ik ben eraan toe. Ik heb hier een, dit is wel zeer toepasselijk, een heerlijk Hertog Jan winterbiertje. Want we kunnen dit natuurlijk geen zomer meer noemen. Hey! En wij gaan nu heerlijk even een pilsje drinken. Wij gaan ervan genieten. En ik zeg tegen jullie, tot volgende week. Tot op Terschelling of in Harderwijk. Yo!